Dit is De Gouw. Een rustige, vredevolle plaats waar een klein volkje genaamd hobbits samenleven. Het verhaal start bij Frodo Baggins, die van zijn oom een mysterieuze ring erft. Zijn goede vriend Gandalf komt langs en geeft hem de opdracht om de ring naar de elfenstad Rivendell te brengen. Hey Frodo, breng deze ring naar heer Elrond. Deze zal weten wat ermee aan te vangen. Hij is te gevaarlijk om hier te blijven. Oké. En zo begint de tocht naar Rivendell. Op de weg naar daar kwamen ze vele gevaren tegen, maar ook enkele vrienden. Hey Marijn en Pepijn, alles goed? We gaan mee met jullie, maar we zijn een beetje kamerschuw. Oh nee, we worden aangevallen door een Nazgûl. We komen je redden! Vechten! Wanneer de hobbits aangekomen zijn in Rivendell, wordt er zo snel mogelijk een spoedraad georganiseerd waar ze beslissen wat er gebeurt met de ring. Die moet vernietigd worden in de vuren van Doomsberg. Ik zal hem naar Mordor brengen. Je hebt mijn zwaard. En mijn boog. En mijn bijl. En zo wordt het gezelschap gecreëerd en start de kweeste naar Mordor. Op een kweeste moet het gezelschap door de mijnen van Moria. Jammer genoeg was het er te donker om te filmen. Enkel toen ze de Balrog tegenkwamen was er licht. Dit vurig schepsel vocht met Gandalf terwijl de rest vluchtte. Je zult niet passeren! Pok! Gandalf deed een triple backflip en versloeg daarmee de Balrog. Jammer genoeg liet Gandalf hierbij het leven. Het gezelschap is diep bedroefd, maar zet de kweeste toch voort. Na een lange tocht komen ze eindelijk toe aan de poorten van Mordor. Toen kwam er een kudde kloontroepers voorbij die het gezelschap overhoop schoten en er met de ring vandoor gingen. Pew, 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 pew.